Dus als je nu in Nederland op vakantie bent, heb je de meeste pech. Dit pleintje in Rome is 36 graden. En het water stond op een gegeven moment tot hier. Zo, Peter. Voor mijn gevoel was het echt een zomer vol extreem weer. Volgens mij hebben we echt alles voorbij zien komen. Overstromingen, hitte, bosbranden en ook enorm veel regen. Van alles gehad. Eerst even kijken naar hoe het in Nederland was. Ja. Het is maar mieser, dus je voelt er eigenlijk helemaal niks van. Ja, goed, je ziet het. Het is weer een puinhoop. Het is wel een beetje niet zo leuk weer. Was het nou een nattere zomer dan normaal? Wij weermannen en vrouwen die beginnen al op 1 juni te rekenen met de zomer. En juni was heel warm en heel zonnig en heel droog. Maar juist toen de scholen vakantie hadden, toen was het best wel bewolkt, wat regenachtig. Maar ja, als je over juni, juli en augustus samen kijkt, dan was het best wel een warme zomer en ook een behoorlijk zonnige zomer met de gemiddelde hoeveelheid regen. Dan Europa, even kijken hoe het ook weer aan toe ging. Ja. Op deze camping zie je de verwoesting door de overstromingen goed. Het leek wel winter hier in het zuiden van Duitsland. Het weer sloeg om en het ging helemaal los. We dachten, oh, dat zijn echte tennisballen. Zie je dan ineens die enorme rookwolken. Toen dacht ik, ik moet hier weg. Inspira. Il posto è bellissimo, ma il caldo. Oh, ik zie het. Ja, bosbranden. Ja, overstromingen, hitte. Is het normaal? Nee, dat is eigenlijk best wel bijzonder deze zomer dat we zoveel extreem weer hebben gehad. En dat heeft ermee te maken dat op plekken waar het heel warm was, daar was het zo warm dat er heel veel water verdampte, waardoor de bodem heel droog is en de bossen heel droog werden. Daardoor kreeg je bosbranden en hittegolven. Maar dat verdampte water, ja, dat valt ergens anders in de vorm van regen weer naar beneden. Dus als het op één plek best wel extreem is, is er een grote kans dat op een andere plek juist een heel ander soort extreem weer krijgt. In Nederland is een beetje een gemiddelde zomer, in Europa best wel extreem. Hoe zie je dan de toekomst voor je? Hoe gaan onze zomers eruit zien? Nou ja, dat extreme weer komt dus doordat het steeds warmer wordt wereldwijd en ook in Europa. En ja, in de toekomst verwacht ik wel dat het nog wat warmer gaat worden. En daardoor krijgen we ook in de toekomst meer van dit soort extreem weer.